goedemorgen jongens en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Ik ga wel lekker een vlogje maken. Trouwens, kijk even hoe leuk dit is. Mijn tante is naar Barcelona, naar mijn ouders toe. En ik moet op haar vogeltjes passen. Ze heette Tep en Soor. Dat is zeg maar Ros en Pet, de namen van mijn ouders. Achter ze voren. Dus dat is best grappig. En ze zijn best wel aardig. Alleen, ze zijn ook best wel aardig zeg ik ook. Maar zeg maar, ze maken heel veel troep. Kijk. Allemaal veren en hier allemaal voer zitten ze te gooien. Maar ja, maakt niet uit. Ik had laatst een feestje en toen, ik heb een dent op het dak, die zal ik zo even laten zien. Ja, toen ik dat zeg maar, die hadden we opgezet en na het feestje is die complete tent gewoon volledig afgebroken. Ik weet niet hoe het gebeurd is. Maar goed, hij is kapot, hij moet dus weg. Maar hij staat vast in de grond, dus ik moet dat helemaal gaan schroeven en gedoe. Dus dat ga ik even doen. Voor de rest heb ik niet echt plannen, ik moet wat dingen editen, maar in principe ben ik best wel up-to-date. En vanavond ga ik naar Ajax, want Jong Ajax speelt tegen de Graafschap. Dus daar heb ik ook best wel zin in. Veel zin in. Dus ja, ik ga lekker filmen. Maar laten we eerst even die tent doen. Want ja, het is echt heel... Nee, wacht, dat moet ik even goed zeggen. Het is echt een hele erge bende op het dak. Oké, daar ga ik jongens. Ik heb een Canada Goose jas aan. En dat is voor sommigen zullen jullie waarschijnlijk denken, hoezo heb jij die jas aan? Want die zet je zo in tegen bond. Dat doe ik ook en ik draag ook geen bond meer, ik heb mijn bondtrek hier af laten halen. Alleen ik heb die jas natuurlijk wel, dus ja, ik wou hem niet weggooien. Maar goed, dat is dus zeg maar zo van mijn excuus dat ik draag het niet meer. Alleen deze jas die ik nog heb, waar ik het bond nu van af heb gehaald, dus om het niet uit te stralen, draag ik nog wel gewoon totdat hij het doet, zeg maar. En nu ga ik de tent laten zien. Dit is de tent, jongens. Volledig ingestort. Er ligt zelfs nog een Halloween masker. Eens even kijken hoor wat dat is. Ja, dat is normaal. Hele dak is los. Alles gescheurd. Ja. Die kan weg. Nou jongens, laten we beginnen. Helemaal ondergeregend. Ah ja, dit is het dak geworden. Ik heb het even zo gedaan. Die tent moest weg voor de helft, maar de helft deed het nog. Toen dacht ik, nou ik doe het gewoon zo. Dan kunnen die gordijnen dicht en dan moeten we even kijken of we misschien iets van een dak kunnen vinden. Want dan kunnen we hier namelijk gewoon chillen. En hier heb ik gewoon die twee banken die ik al had. En hier is echt helemaal leeg. Dus we moeten even kijken wat ik daar ga doen. Maar de winter komt er ook aan, dus zeg maar. Ja, ik kan nu wel helemaal moeilijk gaan doen. Ik heb ook nog twee zitzakken. Jezus jongens, wat een... Bende, maar wat ben ik blij dat het gedaan is. Ik ga nu lekker chillen en dan even kijken wat de planning is voordat we naar de voetbalwedstrijd gaan. Kijk eens wat ik eet. Een wrappie met mozzarella, rucola en tomatie. Ik heb wat gegeten zoals je zag en ik ga nu even snel naar de markt. Dat is een supermarkt, niet de markt van de markt die buiten staat altijd. Maar ga ik even snel een lasagne halen, ik kan hem al gedronken doen vanavond. En dan ga ik weer naar huis en dan... Als het goed is, komt er even sleutels bij me. Ja, dus ik heb zo'n dingetje. Ik vergeet ze heel vaak. En dan ga ik naar huis weer, want dan even kijken of Estelle komt naar mij. Of ik ga naar Estelle. Dat we daarna naar Ajax gaan. Maar dan moeten we nog even kijken. Op naar de supermarkt. Tadaa, ik heb eten jongens. En wat ik even wil zeggen, laat even weten of jullie vinden of jullie dit moeten laten staan of niet. Want zeg maar, ik dacht, ik vind het wel grappig om te laten staan. Maar de ene zegt, baard weg, je baard is lelijk. De ander zegt, leuk die baard, maar ik heb het nog niet echt gevraagd. Dus bij deze, laat even weten wat jullie vinden. En ik ben weer thuis. Ik heb net lekker gegeten. En omdat ik niet elke dag meer vlog, ben ik helemaal vergeten om het te filmen. Dus ja, dat is even kut, maar ik heb pasta bolognese had ik gekocht. Had ik wel laten zien trouwens. En ik ben nu even aan het kijken op Vodafone, want ik heb een iPhone besteld, de iPhone 10. Alleen, hij komt maar niet. Zeg maar, ik belde ze laatst van de 1 tot 4 weken wachttijd. Ik ben zo'n zeg maar, iPhone freak gewoon, dat ik die iPhone nu wil hebben. En allemaal video's zie op YouTube en mensen op Instagram die hem al hebben. En dan wil ik gewoon helemaal zo, zeg maar. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Hij is er nog niet.
staat nu nog geen gegevens bekend. Alleen ik zat gisteren een formulier te zoeken. Dat kwam ik zeg maar tegen en dat toen stond er dat ik zeg maar 2 tot 4 weken moet wachten. Dus dat is wel echt, echt kloten. Maar ja, weet je, is een luxe probleem. Ik ben nu onderweg naar Estelle. Ik ga op de scooter naar Amsterdam. Naar Ajax. Ik ben nu al buiten adem. Later. Nou jongens, we hebben hele goede plekken. We zien exact niks. Essie is hier. Maar ik ga de tweede helft even filmen, want we zijn zeg maar te laat en daarom zitten we zeg maar op deze plek. We staan er wel 1-0 achter, dat is dan wel jammer. Nou jongens, we kunnen er even niet door, want we worden geblokkeerd. S. S en ik zijn compleet in de war. 0-4 voor de Graafschap. Maar in een hele korte periode. Echt, hoeveel stond het voor rust? 0-1. 3 doelpunten in 15 minuten. Lekker bezig Ajax. En we gaan voor de winst. Never give up. Wel een goed shot dit, hè? Zo van onder. Van onder zo lekker. Is het beter? Maar hier is het licht wel beter dan de Arena. Ja, zeg, dat is dat wel. Oké, okay, nou. Oh kijk, hij houdt hem vast. God, nou, nah, die scheids is niet goed. Die scheids die zegt gewoon dat het voor... Linker, nah. linker. Dit ben ik niet met hem eens. Ja, linker is niet. Ja, oké, okay, dat tweede gaat niet. Oneerlijk inschouwen. Ja, het is een partijdige scheids. Dit was gewoon een vrije trap. Gaat het een keer kant op. Dit commentaar hoor je in de Arena normaal. Hey joh, chill, jongens, hè. Moet je op domme gaan? Kijk, nummer 2, 3 kunnen we dekken. Hij is vangen. Nee. Met Maxime en Essie, maar daar was ik al mee, want we zijn net van de Ajax gekomen en het is een pak. doe even nee, één keer. Wat, doe. Was die? Dat doen ze toch allemaal op Instagram? Dat doen ze allemaal op Instagram, maar zeg maar, ik wou het dus doen vanochtend, ik weet niet wanneer het was. Maar zeg maar, toen dacht ik ga niet... S. Maxime, ja. Wie is aan de wc geweest? Jij niet. De wc loopt weer door. De wc loopt weer door. Ik denk het niet. Maar het is zeg maar net 5-0 geworden en dat is best wel jammer, maar we gaan nu even een drankje doen. En ik wil aanmaken, want zeg maar, we moeten morgen allemaal weer terug. Dag.
Maxime morgen verjaardag. Dus ja, we doen even niet dan. Niet morgen, hè? Wat? Ik ben helemaal niet morgen jaren. Wel. Nee, morgen vier. Niet morgen, gast. Vandaag! Ook vandaag! Ook niet. Om 12 uur! Twee dagen, gast. Over twee. Ja, oké. Okay. Dinsdag is jaar. Maar morgen viert hij het. En dat nu, is zeg maar niet. Het is nu 2:30, dus dat betekent dus dat het morgen. Vandaag is eigenlijk. Oh, wat zijn we cool dat we zo laat op zijn! We zijn heel, zo heel laat stoer, op. Stoer. Nee, maar dat dus. Maar jongens, zeg maar, ik zit alleen maar slap te lullen. Maxime heeft net deze lamp schoongemaakt. Dat is wel echt best wel aardig. Niet gelukt alleen maar. Niet gelukt. Dankie en dan. Denk eentje. Ja, we gaan zo slapen. Doe die camera uit. Hij gaat nu aan. Doei. Boom. Nino gaat slapen in mijn heerlijke bedje. Dit is toch top. Deze knuffel heb ik van Shane gekregen. En deze ook. Dus voor de mensen die zich afvragen, hoezo heb jij twee knuffels in je kamer? Dat is de reden. Leuk dagje. Ajax, jammer genoeg. 5-0 verloren. 0-5, 5-0. Daar ga ik ook. Ik ben alweer vergeten dat werkt. Ik ben dood op. Nee, jongens, leuke dag. Hele leuke dag. Er komen heel veel nieuwe dingen aan. Ik ben echt zoveel leuke dingen aan het maken. Ik kan niet wachten om alles te gaan vertellen. Binnenkort komt er weer een nieuw format, een nieuw programma. Wat wekelijks te zien is op mijn kanaal. En daarnaast ben ik ook nog bezig met twee andere programma's. Dus ook voor op mijn kanaal. Dus dat wordt best wel leuk. Ik wil me echt wat meer gaan focussen op programmaatjes. Dat lijkt me ook super leuk om te doen. Met het voetballen vond ik het al leuk. En nu wil ik gewoon even wat andere dingen doen. Ik vind natuurlijk voetbal heel leuk om te doen. En ook heel leuk om te leren. Maar ik vind het ook leuk om andere dingen te doen. Dus dat ga ik nu lekker doen. Maar goed, genoeg gedeel. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe vlog. Want ik ga ook proberen om wat meer te vloggen. Later.